We leven in tijden van een beeldenstorm. Het debat wordt heftig gevoerd in de samenleving. In Rotterdam is het standbeeld van Piet Hein beklad. Meteen besloten de naam te veranderen. Ik denk dat zij zien dat het kolonialisme en dat hedendaagse racisme is verbonden aan elkaar. Protesters across America are tearing down and damaging memorials. We zijn ook benieuwd, Lisette, naar aanhoudingen in Hoorn. Je kunt niet zeggen, aan een beeldwerk gooit in het IJsselmeer en dan bestaat die geschiedenis niet. Trots op onze helden, de mensen die Nederland hebben gemaakt. Dus beeld weghalen is wat hen betreft zeker geen optie. A statue of a 17th century slave owner was taken down. Hij is verantwoordelijk voor duizenden doden op de Banda-eilanden. In de nasleep van de moord op George Floyd zie je dat er heel veel aandacht is voor standbeelden met een besmet verleden. Er zijn heel veel mensen die vinden dat je koloniale kopstukken op deze manier niet moet eren. En anderen die zeggen, ja, als je deze standbeelden en straatnamen weghaalt, dan is er geen aanleiding meer om te praten over zwarte bladzijden in de Nederlandse geschiedenis. En sommige mensen die vinden ook dat, ja, racisme en George Floyd, dat heeft helemaal niks te maken toch met onze standbeelden. Beeldenstormen zijn van alle tijden. Sterker nog, een beeldenstorm uit 1566 is onderdeel van onze historische kanon. Op welke figuren richt deze beeldenstorm zich precies? Wat hebben zij op een kerfstok? En ook, gebeurt het wel eens dat we straatnamen of standbeelden vervangen of hernoemen? De ophef richt zich voornamelijk op de volgende drie personen, die symbool staan voor ons koloniale verleden. Witte de Wit. Ja, met zo'n naam sta je natuurlijk direct al 1-0 achter in het racisme-debat. Witter dan wit. In zijn tijd al dubbel wit genoemd. Oké, genoeg over zijn naam. Want wat was deze man eigenlijk? Nou, hij heeft onder andere meegeholpen met het veroveren van de zilvervloot. Hij heeft Denen verslagen in de Middellandse Zee en deed mee aan de slavenhandel. En zijn tijdgenoten, die vonden hem allemaal een lul. Ja, die Witte de Wit werd gehaat en gevreesd door zijn minderen, gemeden door zijn gelijken en was in voortdurend conflict met zijn meerdere. Het was voor hem ook nogal lastig om een bemanning te vinden, want verhalen over zijn wreedheid aan boord en lijfstraffen, die gingen hem ver vooruit. Witte de Wit was nogal wreed, zowel voor zijn bemanning als voor de mensen in Nederlands-Indië. Zo vernietigde hij een keertje 90.000 kruidnagelbomen alleen om de prijs op te drijven. Voldoende reden voor de Rotterdamse kunstenaarsinstelling om hun naam te gaan veranderen. In Amsterdam heeft hij dus nog een straat. Hein wordt in Amsterdam geëerd met een tunnel en een kade. Deze man kennen we vooral van het veroveren van de Spaanse zilvervloot. De zilvervloot was een Spaans konvooi waarmee ze gigantische hoeveelheden goud en zilver transporteerden van de Nieuwe Wereld naar Europa. Je zou kunnen zeggen dat Piet Hein stal van de rijke Tata's. Hiermee werd hij in één klap wereldberoemd. Dat hij al net beroemd werd om dit wapenfeit, dat stak onze Piet. Hij had voor de verovering geen schot hoeven lossen. Niet bepaald heldhaftig dus. Ja, Piet vond het volk nu een beetje raaste, overdreven deed vanwege deze schat. Terwijl daarvoor, toen hij echt grote daden had gedaan en had gevochten, ja, toen vond niemand iets van hem. Het klinkt een beetje als die artiest die niet blij is met zijn commerciële succes en eigenlijk terug verlangt naar die zolderkamer waar hij echt mooie dingen maakte. Naast de brug en straat in Amsterdam en andere plekken wordt hij geëerd met een standbeeld in Rotterdam. Dit werd beklad door activisten. Waarom is deze man omstreden? Nou, dat zit als volgt. De kritiek van activisten is dat Piet Hein met het veroveren van die rijke zilvervloot aan de basis staat van de Nederlandse slavenhandel. De buit van de zilvervloot die bracht geld in het laadje van de noodlijdende West-Indische Compagnie. Deze compagnie was ooit opgericht om de Spanjaard te bevechten in Zuid-Amerika. Met de buit kon een expeditie worden gefinancierd om delen van Brazilië over te nemen. Het was vanuit Brazilië dat de WEC slaven voortaan de goudkust overnam en de republiek in de slavernij stortte. Zonder Piet Hein geen zilvervloot en dus geen slavenhandel, zeggen critici. Op persoonlijke titel sprak Piet Hein zich uit tegen slechte behandeling van tot slaafgemaakten. Hij was zelf ooit gevangen genomen en moest als galeislaaf dienen. Daarbij niet vergeten dat het de almachtige God is die in het leven van een volk mannen als Koen doet voortkomen. Om zijn wil op aarde te volbrengen. Het gaat vaak over J.P. Koen. Wie is dit? Deze man wordt in 1617 gouverneur van Nederlands-Indië. Dan is hij wel geteld 30 lentes jong. Heel toevallig net zo oud als jullie vlogger. Koen, die kiest dan weer voor een ander carrièrepad. Moet hij weten. Wat is de opdracht van Koen eigenlijk? Nou, linksom of rechtsom moet hij een monopolie op zoveel mogelijk specerijen regelen. Dat is voor de VOC noodzakelijk om te kunnen renderen.
En hier staan we dan op het Damrak bij de beurs van Berlage. Ja, die Koen die heeft niet alleen een standbeeld in Hoorn, maar is ook op het beurs van Berlage op een standbeeld vereeuwigd samen met zijn lotto Dispareert Niet. Dat is ook bij de beurs wel aangegeven dat het niet helemaal zoete koffie is. Want je vindt ook hier een plakkaat die iets zegt over deze Koen. Persoonlijk motto van Koen is Dispareert Niet. Geen angst, wanhoop niet. Het komt uit een brief die je schrijft aan de VOC-bewindhebbers. Waar hij vraagt om meer materieel, meer geld en meer soldaten. Dispareert niet, ontzie uw vijanden niet. Daar is ter wereld niets dat ons kan hinderen, nog deren. Want God met ons is en trekt de voorgaande misslagen in geen consequentie. Want daar kan in Indië wat groots verricht worden. Nou, dit klinkt toch allemaal hartstikke goed. Niet inspireren, God is met ons, niks kan ons hinderen. Ik heb nog wel één vraagje. Dat groots verrichten. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Mocht je een vijand van Koen zijn, dan was er heel wat om te dispareren. En er waren vijanden te over. Met Engelsen, Portugezen en lokale vorsten die tegenwerkten. Koen nam Jakarta hardhandig over van de lokale vorst en joeg de Engelsen weg. Hij stichtte Batavia. Het monopolie veiligstellen ging extreem gewelddadig, zo ook op Banda. De enige plek ter wereld waar folie en nootmuskaat werden verbouwd. De inlanders verkochten tegen afspraak in hun producten aan de concurrent. De reactie van Koen? Zo'n 15.000 man afslachten en deporteren. Bekend is dat de VOC tijdens deze volkerenmoord Japanse samurai-beulen de opdracht gaf tientallen dorpshoofden te onthoofden. Van alle koloniale kopstukken is dit dus wel de laatste die je moet eren. Ik ga gewoon overal bloemen leggen waar we die helden van Nederland tegenkomen. Dus als u de standbeelden tegenkomt, zitten die ook echt op de route? Is die daar al mee? We zien dus drie figuren met een omstreden verleden in ons straatbeeld. Maar gebeurt er wel eens dat beelden of straatnamen veranderd worden? Hier zijn drie voorbeelden dat precies dat gebeurt. Denk aan de Vrijheidslaan. Die heette vroeger anders. Eerst heette ze Amstellaan en toen werd het Stalinlaan. Samen met Churchill en Roosevelt, namelijk een van de bevrijders van Europa. En wat doe je als op een gegeven moment in 1956 in Hongarije een opstand tegen het communisme bloedig wordt neergeslagen? In a few fierce days, the post-war drama of Eastern Europe reached its climax. Tanks fought against civilians and army against... Dan is het nog een beetje ongemak bij de gemeenteraad. En wat zorgen ze ervoor dat ze die Stalin, ook al is hij al 3 jaar dood, dat ze de Stalinlaan omnoemen naar Vrijheidslaan. We zitten in de Transvaalbuurt en die buurt is tegenwoordig ook een beetje dubieus, aangezien het vernoemd is naar boerenrepublieken, Transvaal en Oranje-Vrijstaat, die gesticht werden door de grote trekkers, de boeren, afstammelingen van Nederlandse kolonisten in Zuid-Afrika, die niet meer onder de Britten wilden leven. Daar hebben we een soort verwantschap mee, omdat ze natuurlijk afstammen van Nederland, die daar een kolonie had. Alleen, het is een beetje het punt dat ze zijn nogal racistisch. Ze zijn al niet per se voor zwarte en witte tegelijk. Dus je hebt namen zoals Kruger en Pretorius, die ja, niet helemaal meer lekker liggen. En helemaal niet toen in de jaren 70 het apartheidsregime in Zuid-Afrika hoogtij vierde. The Afrikaner's policy for salvation is apartheid. The separation of black from white. I think it is a generally accepted fact. Today that the non-European is at the lowest stage of development. Er was al veel protest, onder andere van Steve Biko. We believe that in our country there shall be no minority, there shall be no majority, there shall just be people. Dit is een mensenrechtenactivist die op een gegeven moment opgepakt wordt, gemarteld en sterft. De internationale ophef hierover is gigantisch en ook in Nederland. Dus wat gebeurt er? Wordt het Pretoriusplein vervangen door het Steve Biko-plein. Of wat dacht je van het Nederlands-Indië monument op het Olympiaplein? Het is gebouwd als het Van Heuts monument. Deze man, het zijn altijd mannen, was iemand die de opstandige Aceh-provincie onderdrukte met extreme middelen. Ze zeggen dat hij ongeveer 100.000 doden op zijn geweten heeft. En hij kreeg natuurlijk wel een lintje. En een prachtig monument. Bij zijn dood kwam er een crowdfundingsactie. Hij kreeg een praalgraf en dus dit monument. Al tijdens het bouwen van het monument was er gedoe over. Het is nooit onomstreden geweest. Uiteindelijk is het in 65 beklad, in 67 en in 84 aangevallen. Zelfs één keer met een dynamietstaaf. En ook de afbeelding van Van Heuts en de letters die hij namaakte zijn gestolen.
tot op de dag van vandaag zijn die nooit boven water gekomen. En uiteindelijk was voor de gemeente de maat vol. In 2004 is het hele monument hernoemd naar het Monument Nederlands-Indië. En aan de achterkant vind je een kleine pakket. Van een monument van Heuts is het nu een monument voor de hele geschiedenis van Nederland met Indië. Of Indonesië zoals het tegenwoordig heet. Het kan dus wel dat monumenten worden aangepast of überhaupt helemaal worden hernoemd, een nieuwe functie krijgen. Maar wist je dan niet eigenlijk de geschiedenis uit? Questions! We zien dus zowel standbeelden van genocideplegers als ook veranderingen in het straatbeeld. Maar wisten we de geschiedenis niet als we deze dan weghalen? Gaan we dan het debat over zwarte bladzijden van onze geschiedenis niet uit de weg? Nou, gelukkig wordt eigenlijk de geschiedenis nog steeds bepaald in universiteiten. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Het wordt op scholen lesgegeven en in musea getoond. En op deze plekken is de consensus toch wel redelijk duidelijk. Wat is de rol die de gemeente Amsterdam heeft gespeeld in het slavernijverleden? De kernconclusie die we trekken uit ons onderzoek is dat het Amsterdamse stadsbestuur zelf direct op grote schaal, wereldwijd, heel langdurig en op heel veel verschillende manieren betrokken was bij slavenhandel en slavernij. Wil je toch de discussie in het straatbeeld voeren, waarom zou je dan niet een anticoloniale held of heldin op een stokkel zetten? Want die zijn er ook genoeg. En die beelden, die komen dus uit de 19e eeuw. Een periode waarin we als Europa de rest van de wereldbol aan het onderwerpen waren met het idee dat wij ze beschaving kwamen brengen. That the non-European is at the lowest stage of development. Gezien het huidige racisme in de maatschappij is het maar zeer de vraag of deze overtuiging helemaal is uitgebannen. We hebben in ieder geval de symbolen nog. Heb je iets geleerd? Vond je dit interessant? Ben je het er compleet mee oneens? Laat het dan vooral weten in de comments. En dan kunnen we een goede, fruitige discussie voeren. Of niet, dat kan ook. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.